Bij bakker Bert van den Hoek in Veghel gaan deze maand de laatste broden en taarten over de toonbank. Na ruim 25 jaar hebben Bert en Doortje van den Broek de knoop doorgehakt en besloten ze zich terug te trekken uit de bakkerij. Voor dit besluit hebben ze zo hun redenen. Nou, op de eerste plaats omdat we ongeveer de leeftijd hebben. En het is tijd van komen en tijd van gaan. En op de tweede plaats, de werktijden voor een kleine bakker die zijn zo lang en zo intensief. Dat we dachten dat we, nou we nog goed gezond zijn, dat we nog met een gerust hart kunnen stoppen. Bert en Doortje kunnen straks lekker genieten van hun vrije tijd. Maar toch zeggen ze het vak nog niet helemaal vaarwel. We willen eigenlijk starten met workshops geven, vooral brood en broodjes. Want we merken over het algemeen dat er veel vraag is naar hoe het brood ontstaat en hoeveel soorten brood er zijn en wat er met brood allemaal kan gebeuren en zo. En zodoende willen we proberen de mensen toch een beetje brood onder de aandacht te brengen waar we zelf altijd onze kost aan verdiend hebben. En mede doordat ze er 25 jaar hun kost aan verdiend hebben, was het toch niet gemakkelijk om de beslissing te maken. Ja, in het begin is het een beetje raar. Dan denken wij van dat kan niet of dat moet nog niet. Of... Maar je groeit toch langzaam naartoe. En mijn vrouw die hoort in de winkel ook de goede reacties. Die ze krijgen van dat de mensen altijd wel tevreden waren. En dat is ons toch wel gunnen dat we nou stoppen. Klanten hoeven niet bang te zijn dat ze straks niet meer dezelfde kwaliteit krijgen. Familie van den Broek krijgt namelijk waardige opvolgers. We hebben ons best gedaan om een bakker te vinden die hetzelfde een beetje voorstelt als wij deden. Ook ambachtelijk brood, wel een groter bedrijf. Maar dat kan in deze tijd niet anders. Het is heel klein, dat is net als met boerenbedrijven, dat kan niet meer. Dus het moet allemaal groter. Maar wel de mensen met een hart voor de zaak en een gezin met jonge kinderen die er volop tegenaan willen. Bert en Doortje vertrekken op 2 februari. Maar op zaterdag 29 januari kan iedereen nog afscheid nemen van de twee. We wouden voor de klanten 's middags een kleine receptie houden. En onder het genot van een kopje koffie en een aardigheidje en, hebben we ook nog bedacht. Een lekkerheidje bij de koffie en dan s'avonds hebben we voor een paar genodigden hebben we s'avonds nog een beetje receptie. Voor vertegenwoordigers en zo, waar we ook altijd veel plezier van gehad hebben en collega bakkers uit Veghel en zo. Maar tot de dag van het afscheid worden de handen nog flink uit de mouwen gestoken in de bakkerij.